Hoi, en het is super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een heel mooi stuk maken. Zoals je kan zien heb ik al een heel mooie ondergrond naast me staan. Dus heb je er zin in, doe vast een duimpje omhoog. Het abonneren is helemaal gratis. Dat blijft de hoogte voor alle leuke video's die ik maak. Dus druk eventjes op die abonneerknop. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, dan vind je onder kopje cursuspakketten. Daarnaast heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, kan je dat delen op Facebook of Instagram. Dan maak je elke maand kans op een cadeaubon ter waarde van 15 euro. Dat is natuurlijk super leuk. Goed, we gaan nu gauw beginnen. Zoals ik al zei heb ik een mooie ondergrond. Dat is deze. Daar heb ik even los een waterschaaltje opgedaan. Met een stukje oase. De oase snijden we eventjes schuin af. En dan werken we het schaaltje zo eventjes weg met wat mos. Het is echt een hele gave ondergrond. Ik zag hem en ik dacht, die moet ik hebben. Het mos kan je gewoon vastzetten met wat krabbetjes. We gaan een mooi voorjaarsstuk maken. Ik heb er echt al wel zin in. Laat het zonnetje maar doorkomen. En ik vind het ook gewoon super leuk om hiermee aan de slag te gaan. Ik vind het echt een heel leuk seizoen. Ik weet niet, wat is jullie favoriete tijd om te bloemschikken? Ik ben daar wel even nieuwsgierig naar. Laat het even in de reactie weten. Ik werk eventjes het schaaltje voor een deel weg. Je mag best wat over de pot heen werken. Want we gaan straks ook wat naar beneden werken. Dat je voor een groot deel in ieder geval het schaaltje niet meer ziet. En aan de zijkant doe ik dan ook nog wat galaxblad. Door die bol eronder lijkt het net of het dan straks het bloemstukje zweeft. Dus het is echt heel gaaf. Zo, en dan hebben we een hele mooie basis. Zie je het lekschaaltje niet meer en dan vanaf daar werken we verder. Dan laten we naar beneden wat asparagus lopen, maar ook wat takken. Om dat mooie grillige effect te geven. Het wordt een stoer, maar echt een voorjaarsbloemstuk. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Dan heb ik hier ook wat mostakken. Echt super mooi. Die geven een hele mooie grillige sfeer. Let bij je takken dan goed op waar de vorm naar is. Omdat het natuurlijk een natuurlijk product is. En het overal, ja, elke kant kan opgroeien. Kijk dan goed hoe die mooi tot zijn recht komt. En zet hem daar vast in jouw bloemstuk. Ik zet het gewoon vast met krammetjes. Deze takken steken gewoon in, maar je kan het ook vastzetten met krammetjes. Het is net hoe dat mooi bij jou uitkomt. En deze buig ik wat. Je kan gewoon kijken en spelen met jouw takken. En waar nodig zet je vast met een krammetje. Prachtig mooi. Dan gaan we bovenop alvast wat bloemen verwerken. Ik maak dit bloemstuk mooi in het roze, maar je kan hem natuurlijk maken in de kleur die je mooi vindt. En ik verwerk ook weer wat bolletjes. Die heb ik al schoongemaakt. Ik heb de botteltjes eraf gehaald en ik heb ze op stok gezet. Zet deze als groepjes bij elkaar, maar je kan ze ook verdelen. Je kan het bloemstukje eigenlijk opmaken zoals je zelf wil. En
En ik heb van de tak nog wat asparagus over. Die zet ik ook bovenin. Die zet ik dan wat korter in. Heel sierlijk. Die verdeel ik gewoon net tot mijn tak op is. Dan nog een mooie roze anje. Stop ik er wat korter in. En jongens, kijk die kleuren al bij elkaar, hè. De zuidenwindlelie kan je gewoon naar beneden laten lopen. Die geeft altijd wel een heel mooi effect. Je kan hem er ook korter in doen. Het is net wat je zelf prettiger vindt. Ik vind het altijd wel heel mooi om hem langer te laten. En hem dan vast te zetten aan, met een touwtje aan de tak. Let goed op dat je alle bloemen natuurlijk goed schuin aansnijdt voordat je ze verwerkt. Dan heb ik mooie lisianthes. Die verwerk ik er korter in. En zo vul ik eigenlijk de oase nu verder korter op. Totdat je geen gaatjes meer hebt. En heb je dan nog gaatjes zichtbaar, dan kan je ook wat silantia gebruiken. Het grijzige past mooi in de sfeer en zo komt op die manier het ook weer terug met de onderkant. Zo kan je zo'n bloemstuk elke keer weer heel leuk op een andere manier opmaken. Hè? Wat ook heel leuk is, is om eerst een soort nestje te maken. En daarbovenop, of gewoon een klein taartje hier, straks weer op. Ik heb nu alle gaatjes opgevuld. Ik vind het nog wel leuk om net even het laatste voorjaar toe te voegen door middel van kwarto-eitjes. Die passen ook goed in deze sfeer. Maar die kan je eventueel ook weglaten als je, als je zegt, van ik vind het nog wat te vroeg voor kwarto-eitjes. Kan dat ook. Maar ook op het hout en zo vind ik dit heel erg leuk. En ik vind het ook leuk als je een kwarto-eitje kapot hebt. Om net eventjes zo'n schilletje er los op te doen. Dus het hoeft niet allemaal perfect, laat maar zeggen. En vooral op het hout. Vind ik dat heel mooi. Ik moet zo de touwtjes nog even afknippen. Dat ga ik zo nog even doen. En dan hebben we echt een prachtig bloemstuk. Je kan natuurlijk net zoveel toevoegen als je zelf wil. Maar ik vind hem zo heel erg mooi. Ik ga nog even de lijmresten weghalen. En dan is hij wat mij betreft helemaal af. En dan hebben we echt zo'n prachtig bloemstuk. Je kan buigen nog met de takken. Je kan er eigenlijk nog meer overheen doen. Je kan er helemaal je eigen stijl aan geven. Op deze manier toch subtiel al wat paarsen erbij in. Of voorjaar, hoe je het ook wil noemen. Maar ik vind het echt zo heel erg gaaf zo. Ook hij past in ieder interieur. En ik vind de natuurlijke materialen er heel mooi bij passen. En heel gaaf. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je het onder kopje cursuspakketten. Je kan me ook volgen op Facebook of Instagram. Daar deel ik ook weer als er weer wat nieuws op de website komt. Dus mocht je het leuk vinden om daar te volgen. Ik zal eventjes hieronder mijn Facebook en Instagram neerzetten. En ja, heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, kan je dus ook daar delen. Tag mij dan en dan maak je elke maand kans op een cadeaubon te waarde van 15 euro. Dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken en dan zien jullie mij de volgende keer weer.